Ja, beste kijkers, we gaan al naar deel 3, is het intussen geloof ik. En we slagen de krant open waar men de allergrootste haat heeft voor Dries van Angeloven. En dat is de standaard. We beginnen met. De uh, hoofdredacteur Karel Verhoeven. En de haat straalt werkelijk van zijn gezicht als het over Vlaams Belang en Dries van Langenhoven gaat. Dus een hele scheldpartij over het Vlaams Belang. Um, maar ik zal beginnen bij de eerste leugen. Hier staat al meteen dat Dries van Langenhoven om juridische redenen nooit lid was van Vlaams Belang. Dat klopt natuurlijk niet. Hè? Op het moment dat Tom van Rieken mij heeft gevraagd om bij Vlaams Belang te komen, heb ik hem gezegd: kijk. Ik wil dat wel doen, onder een aantal voorwaarden. En mijn onafhankelijkheid was er daar één van. Ik heb daar nooit van afgeweken, nooit gevraagd om lid te worden. Wat omgekeerd is wel waar. Tom van Grieken heeft duidelijk gezegd, Dries over, die mocht lid worden van het Vlaams Belang. die mag op dit moment ook lid worden van het Vlaams Belang. Maar, voor alle duidelijkheid, ik heb daar geen nood aan. Ik vind mijn onafhankelijkheid heel belangrijk. Dan zegt hij hier ook dat in Schild en Vrienden fascistoïde en racistische fantasieën verspreid worden, die zelfs voor uiterst rechts ongemakkelijk zijn. Ook dat is natuurlijk helemaal niet waar. Hè. Ik heb intussen al heel wat politici uh, uh, tegengekomen, ook van de NVA en van andere partijen, uh, uh, nog links van de NVA, die mij ook gewoon erkennen dat die memes die zo gezegd gevonden zijn bij Schilte en Vrienden, dat die ook gewoon op hun gsm staan. Wie heeft er nog niet zo'n meme zien passeren in zijn uh, WhatsApp of in een Facebookgroep, of weet ik veel wat. Maar blijkbaar zijn dat racistische en fascistoïde memes, die zelfs voor uiterst rechts ongemakkelijk zijn. Dus zelfs er uiterst. Zelfs voor Vlaams belang is dat blijkbaar een groot probleem. Um, ja Karel, ik denk dat je een klein beetje wereldvreemd bent dan hoor. En ik denk dat als jij ook een smartphone hebt, dat de kans niet heel is dat je ook nog niet zo memes hebt zien passeren. Maar bon, ah, dat is ook nog grappig over die complottheorieën waar ik het in de eerste uitzending over had van mijn bespreking van de media. Daar zegt hij hier zelf van dat Tom van Grieken zich er met geen millimeter van distantieert van de complottheorieën uit de Telegramgroep van Dries van Langenhoven. Van stapt stapte met veel knuffels en duimpjes uit de fractie. Maar dat is toch wel heel bizar, want diezelfde groep, diezelfde mediagroep, het Nieuwsblad en de Standaard, die hebben ook gezegd dat er al langer conflict was tussen Dries van Langenoven en Tom van Grieken en dat die telegramberichten die naar buiten werden gebracht, zo naar buiten werden gebracht door de Standaard, dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Maar, maar hier zegt de hoofdredacteur van de Standaard dat die telegramberichten eigenlijk voor geen millimeter hebben uitgemaakt voor Tom van Grieken. Dat staat er heel letterlijk. Hè. Ook daar, van die telegramberichten, distanceert Tom van Grieken zich met geen millimeter van. En dan zeggen ze er hier eigenlijk ook bij dat hij met veel knuffels en duimpjes uit, uh, het, Allee, uit het parlement is gegaan. Dus ja, hoe hard kunt u eigenlijk tegenspreken, eh, Karel? Ja, en dan... Op het einde nog zegt, uh, zegt hij dat men uiteindelijk het doel van deze stap met mijn mediakanaal is: om een soort bestorming van het kapitool te creëren op uh, uh, Belgisch, op Vlaams niveau. Maar uh, ook daar heeft Karel niet goed opgelet. Want een van de eerste grote video's die ik met dit mediakanaal heb uitgebracht, ten deze. Die ging exact over die bestorming van het kapitool. En daar leg ik eigenlijk heel uitgebreid in uit waarom dat het allerslechtste is dat we met rechts zouden kunnen doen. Een soort uh, January the 6th uh, scenario in Vlaanderen het zou werkelijk de grootste cadeau zijn die we aan links en aan het establishment kunnen geven. Moet maar kijken in Amerika. Men is daar de hele rechterzijde kapot aan het maken. Daarmee letterlijk in het gevang te steken als politieke gevangenen in solitary confinement. Uh, omwille van die ene uh, de debiele bestorming van het Amerikaanse kapitool, die ook... Daar zijn genoeg bewijzen van. Uh, voor een deel op zijn minst georchestreerd werd door de veiligheidsdiensten. En die ook gewoon toegelaten werd. Hè. Ze hebben die mensen gewoon binnengelaten in het kapitool. Maar dus voor alle duidelijkheid: uh, ik heb heel duidelijk in die video die ik er net heb uh, getoond. gezegd dat dat een heel, heel dom idee zou zijn. Maar dus blijkbaar volgens Karel Verhoeven is dat toch mijn grote plan. Dus ik zeg wel tegen al mijn volgers: Volgers, dat mogen we nooit doen. Dat is het allerdomste dat we kunnen doen. En ik ga nu een half uur uh, van mijn video nemen om dat uit te leggen waarom dat, dat geen goed idee is. Maar volgens Karel Verhoeven van de standaard bedoel ik dus eigenlijk totaal tegenovergestelde. Dan moet ik wel heel cryptisch communiceren, denk ik dan. Bom, het hoofdartikel in de standaard over mijn uitstap. Het eerste puntje dat ze hier zeggen is waarom is Dries Van Langeloven opgestapt uit de Kamerfractie na, uh, van Vlaams Belang? Twee dagen na zijn opvallende exit uit het parlement blijft die vraag hangen. Ja, kijk misschien een keer naar mijn Karel. Ik leg het daar nogal redelijk goed in uit, maar dat zullen we waarschijnlijk nog niet hebben gedaan. Dan, op een in zeven haasten bijeengeroepen persconferentie. Het blijft toch hilarisch. Hè? Die mannen die blijven beweren dat wij zaterdagochtend opeens in paniek een persconferentie zouden hebben samengeroepen op basis van hun flutartikeltje waarvan ik in de eerste uitzending heb aangetoond dat daar, dat daar gewoon helemaal niks in staat en dat zelfs Tom van Grieken daar gewoon mee gelachen heeft. Maar ze blijven beweren dat we dus zaterdagochtend dat hebben beslist, ook al is dat praktisch onmogelijk dat we die persconferentie, die diner, dat we dat allemaal dan zouden hebben georganiseerd en dat we daar ook gewoon zwart op wit kunnen bewijzen, maar toch toch schrijven ze het maar neer. Ik moet zeggen, als je een standaardlezer zijt en je blijft die krant kopen en je leest dat Sorry, maar dan is hij is toch gewoon een idioot. En het staat hier gewoon allemaal zwart op wit leugens die zo makkelijk aantoonbaar zijn. En die mensen, die leepelen dat gewoon elke dag nog naar binnen. En die denken dan waarschijnlijk nog van zichzelf dat ze intellectueel zijn ook. Dan dat laatste stukje van de eerste alinea. Ja, daar zegt hij nog dat het bizar is hè, dat ik mijn parlementair mandaat opgeef. Want je hebt die wedden en dit en dat. Er zegt hij ook. Ja, en je hebt ook de onschendbaarheid. Eh, Karel, mijn onschendbaarheid is al twee keer opgegeven. Klein beetje bij de les blijven, alstublieft. De actualiteit de afgelopen maanden precies niet zo gevolgd, nogthans. Als hoofdreacteur van. Kwaliteitskrantenstandaard, zou je toch verwachten dat je dat volgt, uh, maar blijkbaar dus niet. Hè. Blijkbaar is Karel er niet van op de hoogte dat ik mijn uh, onschendbaarheid, mijn parlementaire onschendbaarheid, niet één keer, maar twee keer ben kwijtgeraakt. Ik denk trouwens dat dat een, een record is. Iemand zou eens moeten nakijken of dat een record is: twee keer je parlementaire onschendbaarheid kwijtgeraakt op één legislatuur. Ik heb dat toch maar weer mooi verwezenlijkt op die 3,5 jaar. Misschien moet ik eens bellen naar de Guinness Book of World Records. Dan het vierde puntje hier. Zegt hij: Dries van Langhoven voedt daarbij duidelijk extreemrechtse complottheorieën. Zoals die van het pedo-netwerk en flirten met apartheidsideeën. Bon, ik heb daarnet al, uh, daarnet al uh, of daarvoor in de vorige aflevering al uitgelegd. waarom dat natuurlijk allemaal onzin is. Maar ze blijven dat bij de standaard herhalen. En natuurlijk bij een deel van de Vlamingen, bij mensen die dus ja, die kranten nog altijd komen. Volgens mij het gewoon genoeg herhaald, gaan die daar wel mee weg zijn. Hè? Dat, is het, dat is het jammer eraan, natuurlijk. Dan, volgens Van Grieken was de exit uit de Kamer al lang in de maak. Het is ook gewoon de waarheid. Hè? Um, het idee begon vorig jaar al bij Dries te leven, zei Tom van Grieken. En voor de kerstvakantie hadden we gezegd: begin februari zullen we het wereldkundig maken. Dat zei Van Grieken in de zevende dag, zegt het. Dus de standaard. Maar we hebben afgelopen dinsdag de datum geprikt om het op een zaterdag uh, te doen. Maar die verklaring die staat haaks op de andere dingen die Tom van Grieken zegt, of dat zegt toch de standaard. En zo bijvoorbeeld vinden ze het heel raar dat ik uh, nu stop met mijn parlementaire mandaat, terwijl ik een tijd geleden nog fungeerde als woordvoerder voor asiel en migratie. Ja man, ik, wat, 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 opnieuw, ik heb het hier al een paar keer gevraagd in deze afleveringen over mijn reactie op de pers, maar wat hadden die journalisten nu eigenlijk liever gehad dat ik deed? Had, had ik echt ziektebriefjes moeten indienen, of zoals een aantal andere parlementsleden gewoon iedere donderdagavond komen, even op een knopje duwen en dan incasseren en uiteindelijk mijn, mijn uh, ontslagvergoeding ook nog eens erbij incasseren en dus de belastingbetaler in wezen oplichten, zoals een aantal uh, kamerleden en parlementsleden dat momenteel doen. Hadden ze echt niet vergat dat ik dat deed? Nee. Wat ik heb gedaan is tot de laatste dag in het parlement letterlijk tot die laatste, ik heb die dag, die, de laatste donderdag, het parlement is op vrijdag, daar gebeurt daar niks, maar op donderdag heb ik hier tot twaalf uur nog gezeten, keihard doorgewerkt, eh, maar dat plezier is blijkbaar bij de standaard niet. Blijkbaar had ik al maanden geleden moeten ik weet niet, stoppen met werken of zo, want ze vinden het niet geloofwaardig dat ik tot op de laatste dag mijn werk heb gedaan. Wel, ik vind dat wel geloofwaardig. Zo zit ik nu eenmaal in uh, elkaar. Ja dan, de, de volgende grote inconsistentie waar ze uh, bij de standaard denken dat ze uh, Tom van Grieken op kunnen pakken. En trouwens, de schrijver van dit artikeltje dat ik hier net bespreek, dat is niet meer die Karel Verhoeven, maar dat is opnieuw die Simon Andries. Dus die wacko van die uh, telegram-complotberichten en die, de complotdenker van de standaard. Ik zal hem vanaf nu zo, denken. Simon, uh, zo noemen, Simon Andries. Die schrijft u dan ook, hè, eerst zei Van Grieken dat Van Langenover liever activist is dan politicus. Even later zei diezelfde van Grieken dat hij naast van Langenoven zat om hem te steunen in deze moeilijke beslissing. En dus het feit dat Tom van Grieken zegt dat het een moeilijke beslissing is, zou erop wijzen dat het bij mij niet vrijwillig is geweest. Maar meneer Andries, je zei opnieuw heel rare complotten aan het zien. Het is niet simpeler dan het volgende. Als ik verkozen ben door vele tienduizenden Vlamingen, als er vele honderdduizenden Vlamingen iedere week. Mijn werk in het parlement volgen. Als ik dat daar met hart en ziel gedaan heb, jarenlang, als ik daar goede collega's, goede vrienden heb leren kennen, ja. Ja, dan is dat een moeilijke beslissing. Als ik weet dat ik een financieel groot risico neem, dat ik vanaf nu iets helemaal anders ga doen elke dag in de week, of niet helemaal anders, maar wel grotendeels anders, ja, dan is dat nu eenmaal een moeilijke beslissing. Dit is een zeer ingrijpende beslissing, zowel voor mij als voor de mensen rondom mij. Ik neem een groot risico. Ik ga sommige goede vrienden, goede collega's, ik durf dat hier eerlijk te zeggen, mijn, mijn vaste medewerkers in het parlement, ik ga die mensen oprecht missen. Ja. Dat is een moeilijke beslissing geweest. Ik laat ook een beetje een, een, een moet ik het zeggen, een, 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 een sterke omgeving achter. Tot, tot voor kort had ik nog, ook al was ik onafhankelijk parlementslid, wel het Vlaams belang waar ik heel vaak mee kon overleggen en, en samenwerken. Ja, dat valt nu ook voor een deel weg. Dus ja, dat is een moeilijke beslissing. Die man begrijpt blijkbaar niet dat ik en blij kan zijn met deze beslissing en dat ze toch moeilijk valt voor mij. Dat is onmogelijk en op basis daarvan ziet hij een heel complot dat we over alles zouden zijn aan het liegen. Die Simon Andries, ik weet niet welke paddo's dat hij heeft pakt, maar het is straf en toebak. Dan schrijft hij pas zaterdagochtend nadat het artikel was verschenen, hij refereert dus naar zijn eigen wakko complotartikel. Uh, Pas zaterdagochtend nadat het artikel was verschenen begon de woordvoerder van Vlaams Belang in allerijl journalisten op te trommelen voor een plotse persconferentie. Ik vraag me eigenlijk af, mocht ik nu die Simon Andries bellen en zeggen, meneer Andries we spreken af en ik leg u hier vijf onomstotelijke bewijzen op tafel dat die persconferentie al weken zo niet maanden gepland was, ga er dan een pagina groot artikel in de krant zetten met als titel ik was fout. Of ik ben een complot. Dus misschien, dan, moet ik, dan moet ik misschien vragen. Simon Andries is een complotdenker. Dat moet misschien de titel zijn dan. En daaronder mocht je dan gewoon die bewijzen publiceren. Ga je dat doen? Of geef je toe, meneer Andries, dat de waarheid u eigenlijk gewoon geen rol interesseert en dat je gewoon maar van die complotten eh, schrijft. Maar dus, eh, plots, een plotse persconferentie. Normaal laat Vlaams Belang bij persmomenten niets aan het toeval over. Nu was het improviseren. Heb je er misschien al over nagedacht, Simon Andries, dat het Vlaams Belang deze keer, en ik ben heel blij dat ze mij hebben geholpen bij die persconferentie, ook niks aan het toeval heeft overgelaten? Mijn video naar mijn eigen achterban was perfect klaar om te verspreiden. Al mijn redenen waren daar mooi in uitgelegd. Vlaams Belang had ook een prachtige video verspreid naar hun eigen achterban op het moment dat de persconferentie begon. Om daar ook duidelijk te maken dat er hier helemaal geen conflict of zo is. Dat ik gewoon nog altijd Vlaams Belang ga steunen in 2024. Dat was ook allemaal klaar. Die persconferentie was tot tiende puntjes. Voorbereid. We hadden heel strategisch gekozen voor 13 uur op zaterdag, en er ook heel strategisch voor gekozen om maar een paar uur voordien journalisten te beginnen inlichten, omdat ze dan geen rare spinsels en verdraaiingen en leugens konden gaan verspreiden nog voor de persconferentie. Maar daar heeft deze complotdenker Simon Andries blijkbaar geen rekening mee gehouden. Bon, genoeg over de standaard en het Nieuwsblad en Co. gesproken. We moeten er eens dringend overgaan naar DPG Media. Het laatste nieuws, de grootste krant van Vlaanderen, de meest gelezen krant van Vlaanderen, die hebben ook een aantal stukken gebracht over Dries van Langenhoven. En ze hebben voor die stukken over Dries van Langenhoven reacties gevraagd aan tal van mensen. Ze hebben reactie gevraagd aan Johan de Mier, aan Theo Franken, aan Jean-Marie de Dekker, aan Jeroen Bergers, aan Tom van Grieken, aan een anonieme NVA-burgemeester, aan anonieme NVA-parlementsleden, aan Karel de Vos. Maar ze zijn één iemand vergeten. Eén... Oei, één iemand vergeten dries vragen over zelf. Die staat er niet in de krant. Die zit... ja, Kan iedereen overkomen, natuurlijk. Hè? Dat je vergeet om een reactie te vragen aan de man die heel groot op je pagina staat. Maar bon, tot daaraan toe nog. Dat duidt er gewoon op dat ze niet echt geïnteresseerd zijn in wat ik er zelf over te zeggen heb. Maar bon. Dus, we pakken de krant er even bij. En die begint met een interview met Tom van Grieken. En ik moet zeggen. Uh, bij Vlaams Belang zijn ze natuurlijk gewoon, dat ze heel uh, hard worden aangepakt door de media en, en vaak, of zelden of, of nooit, een eerlijke kans krijgen in de media. Maar ik denk dat ik zelf uh, nog net iets meer ervaring heb met echt gewoon belaagd te worden door de media. Dus ik zie daar toch nog altijd net iets kritischer naar, uh, denk ik, dan een aantal mensen bij Vlaams Belang. Want bijvoorbeeld, de eerste vraag van een interview is meteen al echt een totale framing, een, een, een totale leugen waar je echt op moet ingaan. Hè. De eerste vraag die... Um, Journalist Lorenzo Terriere stelt Anton van Grieken. Die stelt de vraag: net dit weekend kwamen pijnlijke telegramberichten naar boven in de standaard waarvan Langenhoven extreemrechtse complottheorieën voedt. Punt. Deden die hem de das om. En dat is zo'n Typische truc van journalisten die jullie even echt eens moeten mee over nadenken. Dus wat doen ze? Ze gaan eerst een hele race aan dingen zeggen, een, een aantal feiten stellen, en dan pas gaan ze de vraag stellen. En als je dan de fout maakt om te reageren op de vraag, dan bevestig je onrechtstreeks alle feiten die voordien genoemd zijn. Dus, doordat die journalist hier eerst zegt, net dit weekend kwamen pijnlijke telegramberichten naar boven in de standaard, waar Van over extreemrechtse complottheorieën voedt, punt deden die hem de das om? En dan antwoordt Tom van Grieken, nee, drie zijn en, en ik zie elkaar bla vaak, bla en antwoordt daarop. Maar eigenlijk had hij meteen moeten zeggen, ten eerste, meneer Terrière. en dat is trouwens wat ik heb gedaan ook, want ik heb Terrière gesproken, maar oei, oei, mijn interview, ja, per ongeluk, ze zijn het vergeten in de krant te publiceren, dat staat er per ongeluk niet in mijn interview, en ik had dat natuurlijk wel, hè, direct tegen die uh, journalist Lorenzo Terrière gezegd, van, nee, Nee, laat mij eerst eens zeggen dat wat u hebt gezegd niet correct is. Dat, dat, zo moet je daarop antwoorden. Het waren geen pijnlijke berichten, want ik heb die gewoon heel bewust geschreven, die, hebben er ook gewoon, die staan al heel lang online, er is geen enkel probleem mee, Zowel ikzelf als Tom van Grieken hebben er ook gewoon mee gelachen, die zijn helemaal niet pijnlijk die berichten, die zijn heel correct, als ze voor iemand pijnlijk zijn, dan zijn ze pijnlijk voor bijvoorbeeld Zuhal Demir, of voor het Europees Parlement, maar niet voor mijzelf, dat, dat, dat moet je al meteen ontkrachten. Het zijn ook geen Telegram berichten, want die berichten staan op al mijn sociale media, en niet alleen op Telegram, dat is ook belangrijk om die framing meteen aan te halen, dan die berichten die zijn niet naar boven gekomen, zoals hier wordt gepretendeerd. En eerst had, had Lorenzo Terriere zelfs gezegd: gelekte telegramberichten. Dat is nog erger. Gelekte telegramberichten. Terwijl die gewoon, die staan gewoon openbaar. Openbaar. Iedereen kan die volgen. Ik, ik raad het u aan. Ga naar Telegram. Tip daar mijn naam in. Volg mijn kanaal. U kan daar al die posts gewoon zien. Daar is niets gelekt. Daar is niets naar boven gekomen. Staat gewoon overal openbaar. Maar kijk dat. De, de framing is toch al gezet. De allereerste vraag van het interview is meteen zo wat de framing gemaakt: dat ik duister en rare dingen doe, en dan ook meteen daarna extreemrechtse complottheorieën. Dan moet je ook meteen zeggen. Wat er is verlangen over daar post, dat dat hier moet gebeuren in het interview. Wat er is verlangen daar daar post is niet pijnlijk. Dat zijn geen telegramberichten, Die stonden openbaar en dat zijn geen extreemrechtse complottheorieën. Jammer dus dat is niet gebeurd. Maar bon, Tom van Grieken is er daar wel op ingegaan. Hij heeft dat wel gezegd, nee, die deden hem de das niet om. Dries en ik zien elkaar vaak hij speelt al langer, met het idee om te stoppen. Maar ik had toch graag gehad dat daar meteen ook werd ingegaan op die framing en die leugens die de journalist meteen al in die eerste vraag naar boven. Haalt. Ja, er staan nog een aantal opmerkingen in, maar bon, de, een van de belangrijke is hier: eh, Dries van Langhoven zei, dus zei op de persconferentie: Als oppositielid kan je weinig in het parlement realiseren. Eh, gaat u daarmee akkoord? vraagt er aan Anton van Grieken. Zo heb ik dat niet gezegd. Voor alle duidelijkheid. En als, als mensen citeren moet je altijd heel kritisch zijn. Con Rousseau bijvoorbeeld in deze post heeft mij totaal vals geciteerd, zuivere leugens verspreid. Ik heb dat allemaal nooit gezegd wat, wat Con Rousseau hier zegt. Dus heel valselijk wat hij doet. Dat is echt, echt liegen, een, echt, een vieze streek. Maar de journalist doet dat ook. Want wat ik heb gezegd is niet dat je daar niks kan realiseren in het parlement. Ik heb ook niet gezegd dat je daar weinig kon doen. Wat ik heb gezegd is. Dat ik meer kan doen met de keuze die ik nu maak. Ik ben er oprecht, rotsvast van overtuigd dat ik meer kan betekenen voor ons volk in dit mediakanaal en met mijn activisme dan daar elke dag in het parlement te gaan zitten. Dus ja, dan moet je meteen eerst checken of dat dat citaat klopt. Uh, dat is hier jammer genoeg niet gebeurd. Dan het uh, interview met, uh, oh, het staat nog van alles in, Marbon. Dan het interview met uh, Zuhal Demir, en met een hele hoop en vrs die daarop mogen komen reageren in mijn plaats, hè, opnieuw. Hè. Zuhal Demir mag hier zeggen dat ik een complotdenker ben, een extremist ben, dat ik Poetin steun en van alles en nog wat. Maar dan moet, euh, dan moet je als journalist meteen vragen aan Zaldemir welke complottheorie. Hè? Waar is hij extremistisch? Wat zijn zijn extreme gedachten? En waar steunt Dries van over, Of het zijn hier zogezegd Vlaams Belangers die Poetin steunen? Er zijn geen Vlaams Belangers die Poetin steunen in wat hij nu aan het doen is. Hè? Er zijn geen extremisten bij Vlaams Belang. Ik ben geen extremist. Ik ben geen complotdenker. Als er één iemand extremist is, hè, dan is het Zohal zelf. Zohal die onze luchthaven wil sluiten en onze boeren wil wegjagen gewoon voor haar uh, stikstofprobleem. Dat vind ik heel extremistisch. En dan wordt er hier nog gezegd, door een zogezegd anoniem nva kamerlid Van Langenoven heeft zichzelf compleet buitenspel gezet door te zeggen dat je in het parlement niks kan gaan doen. Dat is tegelijk een sneer naar Van Grieken die tijdens de persconferentie naast hem zat over kan nu nooit meer geloofwaardig opkomen bij verkiezingen. Amai, dat zijn een aantal heel straffe uitspraken van een, een, een Anonieme bron dan nog, en wat ik heel kwalijk vind, is dat de journalist, dus opnieuw die Lorenzo Terriere, die uitspraken publiceert zonder dan eens aan mij voor te leggen. Zonder eens te zeggen: van kijk, er is verlang over, hier worden heel zware dingen over u gezegd. Wat vind je daarvan? Want wat die anonieme NVA hier zegt, is gewoon een zuivere leugen. Ik heb nooit of te nooit gezegd: en Conde Rousseau heeft dat misschien wel zo gezegd in die post, maar ik heb nooit of te nooit gezegd dat je in het parlement niks kan gaan doen. Dat is een, een manifeste leugen. Ik heb daar heel hard gewerkt, heel veel stevige vragen, heel veel stevige wetsvoorstellen. Ik heb op sommige dossiers ook effectief kunnen wegen. En voor alle duidelijkheid, mocht het Vlaams belang niet zitten in dat parlement, hè, dan werd daar nooit gesproken over die massamigratie. Dan zou het nooit aan het licht gekomen zijn dat de regering een broekzak-vestzak-operatie wil doen door de, de gedaalde btw te, te compenseren met een gestegen accijnzen. Al die zaken zouden nooit aan het licht komen zonder het Vlaams belang. Dus ik heb nooit gezegd dat je niks kan gaan doen in het parlement. En ik vind het zeer kwalijk van het laatste nieuws en van die Lorenzo Terriere dat ze zulke totale leugens, totale leugens die je makkelijk kunt nakijken, publiceren zonder dat daar een reactie van mij mij komt. Natuurlijk voor de NVA is dat leuk hè? om even na te trappen naar mij en wat leugens over mij te verspreiden. En er dan nog bij zetten, dat ik, ik gezegd sneer naar Tom van Grieken, dat heb ik helemaal niet gedaan. Hè? En dan er nog bij zetten. Dries van Angeloven kan nu nooit meer opkomen bij de verkiezingen. Ja, you wish natuurlijk. N-VA, euh, anoniem n daar een beetje liegen en dan: oh, nu kan hij nooit meer opkomen bij de verkiezingen. Kijk, ik heb nu gezegd dat ik niet ga opkomen bij de verkiezingen en toch zitten ze nog met de poepers bij de NVA Toch hebben ze nog schrik. Dat wil wel iets zeggen, denk ik. Dan. Um, nog naar iemand die een reactie mag geven, die niet Ries van overnoemt. En die man noemt Karel de Vos. En Karel de Vos wordt zo aanzien als een van de zwaarwichtige experts als het over de politieke actualiteit gaat. En die man mag ook eens zijn zegje doen over mij. Maar ik denk eigenlijk dat Karel de Vos. Geen, dat is geen dommerik hè? dat is een slimme mens. Ik denk eigenlijk dat hij gewoon niet geïnformeerd was. Misschien zelfs gewoon niet naar die persconferentie heeft gekeken. Niet naar mijn video heeft gekeken. Eigenlijk gewoon precies niet goed wist over wat dat ging. Want Karel de Vos die zegt hier dat. De reden was dat er Telegram-posts werden gepubliceerd in de Standaard. Karel, ik denk als je dat artikel zou hebben gelezen, of als je een keer naar mijn video had gekeken, dan zou je ook wel weten dat dat niet waar is. En als je een beetje logisch had nagedacht, en een kleine tijdlijn had gemaakt van een voormiddag wat je daar wel en niet in kunt doen, zou je ook tot de conclusie komen dat dat onzin is. Dus stel me... Ik weet, niet, ik weet niet of het nog mogelijk is, dat ik teleurgesteld ben in de mainstream media of in politicologen zoals Karel De Vos. Maar kijk, bij deze ben ik dan toch nog teleurgesteld. Uh, waar mogelijk dat Karel De Vos zulke totale onzin uitkraamt. Dat is echt... Eigenlijk, als je zoiets leest, dan moet je gewoon bij iedere toekomstige analyse van Karel De Vos je herinneren dat die man gewoon onzin uitkraamt. Sorry, maar als je zoiets dwaas zegt, zoiets echt dwaas, makkelijk te weerleggen, hoe kun je dan nog andere analyses van iemand serieus nemen als hij als zo'n ja, dwaze dingen zegt? Dan... Uh, was het volgens hem ook een truc van de voor om als onafhankelijke te gaan zetelen. Meneer De Vos, uh, ik ben als onafhankelijke gaan zetelen omdat ik op voorhand tegen Tom van Grieken had gezegd dat ik geen lid wil worden van een partij. En ik ben standvastig en consequent gebleven wat dat betreft. Dat is altijd zo gebleven. Dus dat dat een truc van de voor maar is ook gewoon belachelijke kul. En dan uh, zegt hij hier ook ja, iets verder nog dat er nog altijd vuile figuren in het Vlaams Belang zitten. Uh, hij zegt hier dat Sam van Rooij zou hebben gezegd ze moeten allemaal teruggestuurd worden. Of, of dat Sam Varoy over vreemdelingen zegt dat ze allemaal teruggestuurd moeten worden. Um, last time I checked is de vrouw of de vriendin op zijn mist van Sam Varoy een Iraanse. Uh ik kan me niet echt inbellen dat Sam Varouw zijn eigen vriendin of vrouw zou willen terugsturen. Ik heb Sam van ook nooit geweten als iemand die zegt alle vreemdelingen moeten weg. Sam van heeft nogal een fixatie op de islam en die is heel kritisch voor de islam. Maar ik heb die man nooit horen zeggen dat alle vreemdelingen of, of, die alle, of zelfs nog maar de alle moslims weg moesten. Dus uh, ook dat is gewoon feitelijk onjuist. Ook gewoon echt een leugen. En, een politicoloog eh, die leugens uitkraamt, dat is ja, toch wel behoorlijk kwalijk, denk ik dan. Maar wel. Dan de laatste krant, dat is er ook een van. DPG Media. En dat is De Morgen. En De Morgen heeft zo de reputatie van een zeer linkse krant te zijn. Maar de laatste jaren heeft de standaard De Morgen echt wel heel hard langs links voorbijgestoken. gestoken. Zegt trouwens niet alleen ik. Dat zegt ook iemand zoals bijvoorbeeld Bart De Wever. En De Morgen is eigenlijk vrij correct. Natuurlijk, je hebt hier de hoofdredacteur Bart Eekhout die weer begint over eh, extreemrechtse complotleugens en dit en dat. Natuurlijk gaat hij ook niet in op die zomer. Komplot leugens. Maar eigenlijk. Nou, hij zegt hier ook hij, er is zo lang over antisemitisch zitten en dat eigenlijk, ik, ik ben al lang vrijgesproken voor antisemitische zaken. Ook over dat seksisme. Zo. Ik ben daar al lang voor vrijgesproken. Get with the Times. Misschien moet je de actualiteit is, volgen meneer Van Eekhout. Maar bon, dat zijn we allemaal ondertussen wel, al wat, wel al wat gewoon. Hè. Het artikel zelf, eigenlijk dat over mij, want dat hier net was de editoriaal, het artikel zelf dat over mij gaat, is eigenlijk. Een van de meest correcte dingen die er al verschenen is over mij. Je wordt een rare insinuatie gemaakt dat ik uh, de stap uit het parlement zou doen om dan niet meer te vallen onder de Kamerregels van financiering. Uh, dat heeft geen enkele rol gespeeld. Ik wist ook niet dat die mh, zelfs van toepassing waren. Want hier staat dat ik donaties zou ontvangen. Maar het is niet ik die donaties ontvangt, het is het mediakanaal dat donaties ontvangt. Dus eigenlijk viel ik nooit onder dat Kamerreglement wat dat betreft. Maar voor de rest is de analyse die er wordt gemaakt wel relatief correct. Dat moet ik zeggen. Kudos toe de morgen wat dat betreft. Hier wordt bijvoorbeeld gezegd: verlangen over stap komt onverwacht. Maar ligt in het verlengde van zijn oorspronkelijke plannen. Hij had het altijd al over het belang van metapolitiek, het beïnvloeden van de politieke opinie. Impact, daar is het hem om te doen. En niet toevallig hamerde hij tijdens de persconferentie op het gebrek aan persaandacht voor zijn parlementair werk. Eind 2018, drie weken voor hij bekendmaakte in de politiek te stappen, zei Van Langenoven in een interview: Mijn impact is groot en groeit nog elke dag. Dat is mij meer waard dan het inkomen van een parlementslid. Ik wist trouwens toen ook nog niet dat ik op een lijst zou komen te staan wat toen had Tom van Grieken mij dat aanbod ook nog niet gedaan. Maar dus kijk, toch één krant die uh, het is opgevallen dat ik gewoon consequent doe wat ik altijd al heb gezegd, dat ik zoveel mogelijk verschil wil maken voor mijn volk, dat ik daarbij niet denk aan de postjes of daarbij denk aan het gemak, maar dat ik denk waar kan ik het meeste impact hebben. En beste kijkers, dat is via dit mediacanaal, dat is gelukkig ook de morgen opgevallen. Ik sluit dus bij deze graag af met nog eens te herhalen dat ik het heel belangrijk vind om zoveel mogelijk verschil te kunnen maken voor ons volk. En dat kan met dit mediakanaal. Dat kan ook alleen maar dankzij jullie steun. Bedankt aan alle abonnees die hun schouders hebben gezet onder dit project. En ik hoop er nog veel van jullie te kunnen verwelkomen op kiesdries.be/slash abonneer. Tot dan.